Petrus, niet voor engeltjes. Davy, traantjes weggepinkt. Ja, maar ja, als je weer emotioneel bent te doen, dan ik ook weer ben schreeuwen. Dus ja, ze zijn nu weer even weg, maar misschien als ze straks weer even terugkomen naar Waregem, als al die supporters hier staan, maar ja, ik weet het niet. Nu is het al wat beter dan daarnet, maar daarnet was het keihard. Nooit zo dicht bij een titel geweest, zeker? Nee, zeker niet. En dat gevoel was ook ongelooflijk toen Jens scoorde. Dat was echt, ja, een ongelooflijk gevoel. En daarom is het jammer dat je zo snel dat tegendoelpunt pakt. Bijna, Jens. Bijna de man van een titeldoelpunt. Ja, ik weet het. Jammer genoeg heb je er niet zo lang van kunnen genieten. En ja, het is dan door een kutgoal eigenlijk dat je dan op gelijke stand komt. En dan is het wel zeer ontgoocheld. Doet het extra pijn, de manier waarop? Want jullie spelen een goede wedstrijd en dan een frommel doelpunt eigenlijk, hè? Afgeweken op de muur, denk ik. Ja. Ja, misschien wel, maar het ging sowieso wel hard zijn. Maakt niet uit op welke manier, maar ik denk dat we gewoon vandaag weer het zult waar hebben gezien hebben waar misschien iedereen wel bang van was. En dat is dat ook de Anderlecht gewoon bang was van ons. En we wisten dat ook, hele week al, dat we van Brugge konden winnen en van Anderlecht konden winnen. En, ja, oké, daarom heb ik het ook uitgesproken dat we kampioen gingen worden. En, ja, ik zeg het, je was er heel dichtbij en ik denk dat we alle mensen die het stadion bang gemaakt hebben, dat zag je ook. En ja, oké. Dat besef zal wel komen dat we tweede geworden zijn, dat we toch een goed seizoen gemaakt hebben. Maar nu is het toch nog even moeilijk. Ik bedoel, mochten jullie niet zo'n puikenpartij gespeeld hebben, mocht Anderlecht jullie bij manier van spreken van de mat voetballen, dan zou het minder pijn doen, denk ik. Ja, dat is waar, maar het gaat eigenlijk dat Davy net zegt, gelijk hoe. Het zou sowieso pijnlijk geweest zijn, maar voor mij is het toch iets pijnlijker de manier waarop. Hè. Verwachten jullie wel nog een mooi feest, jongens? Ja, ik weet, het is moeilijk om niet te zeggen dat we gaan feesten, maar ik denk dat we het verplicht zijn aan de supporters ook die in Waregem staan bij ons. Ik denk dat er 5000 man staat of zo. En, ja, ik denk dat we verplicht zijn aan hun om daar toch even een klein beetje te feesten. Nog even tijd om de bus om te bekomen? Ja, natuurlijk. Het zal nodig zijn, denk ik. Dus tegen dat we in Waregem zijn? Ik hoop het. Dus we zullen het wel zien. Oké, bedankt gasten en proficiat met het mooie seizoen. Dankjewel. Merci.